Wat ga jij ook weer doen zometeen? Ik ga kleiduiven schieten zometeen. Ja, kleiduiven schieten. Ik ga parapenten. Ik ben heel. Ja, misschien heel dat, klein dat die twee activiteiten zich dan wel gaan kruisen. Arjan, ik denk het wel. En een twee. En een, twee, drie. Vlog, vlog, vlog. Het is de day van Arjan Vlog. We zijn een beetje dronken, maar nemen er maar nog één. Vlog, vlog, vlog. De day van Arjan Vlog. En vind je er niks aan, we doen het toch. Arjan de Vlogkoning. Hallo, hier Arjan van de Dave en Arjan vlog. Je weet wel. We zijn een leuk item aan het schieten op een soort van, ze zeiden een geitenboerderij. Maar het is een soort van schapenboerderij geworden. En ja, we gaan zo nog het een en ander filmen. Maar Dave, die staat iets te bereiden. Let op. Ik wil dit niet in vloggen. Hoe gaat het, Dave? Ja, wat ben je aan het doen? Nou, ik ben een traditionele Franse. Ja, een soort broodje ben ik aan het maken. Ik weet ook niet wat het wordt. Ik weet eigenlijk ook niet wat ik sta te doen. Maar goed, ik heb een stuk deeg, een stuk gesneden. Heel, heel, heel spannend. Ik doe eigenlijk niks goed ook. Nou, ik ben klaar. Heel spannend. Blijf ons vlog volgen. En je merkt hoe het afloopt. Vlog, vlog, vlog. De Dave van Arjan vlog. Nou, je ziet het. We zijn op een schapenboerderij. Arjan, kun jij even zeggen hoe die ons allemaal heet? Nou, dat niet. Maar kan je wel vertellen dat het ontzettend stinkt naar ammoniak hier zo. Dat is echt niet normaal. Dat slaat op je longen. Ja, ik vind de stank niet eens zo erg, maar vooral dat het op je keel slaat, wat jij zegt inderdaad. Ja. Er werken hier twee mannen die dus de hele dag volgens mij allemaal dat hooi een beetje die beesten aan het bijhouden zijn. Ja, en dat zijn ook degenen die zo stinken schijnbaar. Doen we die geur of niet van die schapen? En ik vind het voor die mannen en voor die schapen even zielig eigenlijk allemaal. Ja, ja. En ga je mee, want ik word er nog aan gedaan. Doei. Ja, dag. Hey, we zijn er weer op, Dave. Oh, wat leuk. Ja, we moeten nog heel even een kleine update. Wat ga jij ook weer doen zometeen? Ik ga kleiduiven schieten zometeen. Ja, kleiduiven schieten. Ik ga parapenten. Ik ben heel misschien heel dat, klein beetje zenuwachtig. Dat die twee activiteiten zich dan wel gaan kruisen. Ik denk het wel. En met wie ga je allemaal, wat was het ook weer, kleiduiven schieten? Met Marco Bassato, die gaat mee. Wie hadden we nog meer? Frans Duits Club, ken, dat is Koos Albers. Nou ja, dat French wordt natuurlijk sowieso lachen dan. Ja, French German. Okay. Frans Duif. Frans Duif, ja. Frans Kleiduif. Kleiduits. En ja, maar ik kan me voorstellen dat je daar wel een beetje zenuwen hebt. Ja, wel een beetje, ja. Maar goed, als ik je niet meer zie, Dave. Ik hou van je. Uit angst laat vallen, dat is niet erg, toch? Woo!